Het Amazon Conservation Team (ACT) wil de samenwerking met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling in de verschillende districten verbeteren. De organisatie heeft vandaag hierover van gedachten gewisseld met de districtscommissarissen. Volgens het ACT is er al een goede samenwerking met het ministerie in het ontwikkelen van de gemeenschappen in Zuid-Suriname. Jennifer Jozefsoon-Wachter van Districtsbestuur en Decentralisatie van RO verrichtte de opening van de brainstormingsessie in het Amazon Wellness Resort. Ze wees erop dat het ACT Suriname bekend is bij het departement en dat het van eminent belang is van gedachten te wisselen over mogelijke raakvlakken van samenwerking. Ze riep de aanwezige burgervaders. Hun assistenten en beleidsmedewerkers dan ook op, actief te participeren en het maximale uit de dag te halen. In groepsverband zijn er discussies gevoerd over waar en hoe ACT Suriname de plaatselijke ontwikkeling kan ondersteunen. Het Amazonen Conservation Team is opgericht in 1996 om het Amazonegebied en de lokale gemeenschap die daar leven te ondersteunen. Jozef Zoonwachter wachter gaf verder aan dat de levensvatbaarheid van de ecosystemen in het Amazonenwoud en de integriteit van traditionele culturen van elkaar afhankelijk zijn. Het ACT heeft daarom vanaf het begin samengewerkt met prominente inheemse geniezers.